Hey, wat doe je? Hoi. Hey. Ik keek naar deze auto. Oké. Is het mooi, hè? Dank je wel. Het is wel een van de grootste hier bij Roda. Ja, sommige jongens hebben nog groter. Wat is het voor een auto? Nou, Lexus hybride. Dat is wel opvallend, hè? Denk je wel. Maar dat maakt jou niks uit? Nee, maakt niet uit welke auto je rijdt. Maar waarom heb je een witte auto? Ja, was die enige in de winkel. En hoe lang heb je hem al? Nee, 1 jaar. 1 jaar pas? Ja. En ik zag net wel nog een Est-kenteken. Ja, dat is uit Estland. Ja, waarom heb je geen Nederlandse auto gekocht? Hij is voor mij makkelijker. Als ik moet gaan, kan ik makkelijk auto meepakken. Moet niet denken, ja, hoe kan ik verkopen ofzo. Is wel een hybride, hè? Waarom? Ja, omdat het heel economisch is. Moet natuur denken. Rij je veel elke dag? Ja, dat denk ik. Ik woon in Maastricht, zo moet elke dag hier rijden. Hey, en hoe rijdt hij? Rijdt hard. Wil je mee? Ja, ik wil wel eens een stukje mee, ja. Ja, kom. Oké, kom maar. Hey, hoe lang zit je al bij Roda? Ik ben 4e jaar. Je 4e jaar? Ja, van september. En hoe lang heb je nog contract? Ik heb nog 1 jaar. Nog 1 jaar in? Ja, wordt een belangrijk jaar voor jou, hè? Ja. Met optie. Hey, en doen jullie wel eens carpoolen? Ja, soms met de body. Body, wie is dat? Boldizar-Bodor. Wij wonen dicht bij elkaar. Zo. So, wij hoeven niet 2 auto's naar de training te pakken. Hij heeft hier al lang gewoond. So, hij is niet meer zo buitenlander. Hè. Hij heeft toch Belgisch paspoort nu. Ja. En jij bent nog echt een Est? Ja, ik ben echt een Est. En dat zou je ook altijd blijven? Natuurlijk. Want je hebt nou wel toch een groot gedeelte van je leven in het buitenland gewoond. Ja, klopt. Ja, volgend jaar is het 10e jaar. Ik was 99 vertrokken van Estland. Hey, hier in Nederland, wat vind je van het rijden? Ja, is goed. Het, de wegen zijn goed. En de, alleen ja, eerst wist ik niks over die flitsen. So, maar nu weet ik waar ik aan verwacht. En heeft je dat veel geld gekost? Nee, niet zoveel. Omdat ik rijd niet te hard. Soms, maar in, misschien in Duitsland, waar je kan rijden hard. Ik gewoon niet de boetes betalen. Ze zijn duur, hè? Ja, precies. Maar ik heb nog geen boetes gekregen. 0 boetes? Ja. En je woont er al 4 jaar? Dat kan niet. Ik wil lang ruzie zijn. Vind je die druk op de weg? In Nederland? Oh, soms, ja, soms. Die files, ja. Maar, ja. You get used to it, hoe zeg je? Je bent eraan. Ja, precies. Kun je nog wel eens kussen, moet ik zeggen. Lopen te maar af, hè? Een leuke wagen, maar rijdt hij ook een beetje hard? Wil je het zien? Ja. Ja, ga maar uit dan. Mijn naam is. Ja, kom je nou nog terug? Hallo, hoe kom ik nu thuis? Andres!